Welkom bij een nieuwe editie van De Sterkste Man van Spakenburg. We zijn in het midden van Nederland waar 12 beesten zullen strijden om de titel. De wedstrijd ging van start met de Truck Pool. Een 16 ton wegende vrachtwagen moest 20 meter getrokken worden. De truck bleek voor veel atleten een goede uitdaging. Na 8 deelnemers was het Wim van de groep die verrassend de snelste tijd wist te noteren. Kevin Hazeleger met zijn 165 kilo wist de tijd aan te scherpen. Met 33,6 seconden was hij de snelste op dit eerste onderdeel. Een goede start voor de twee lokale jongens. Angelo van der Pas kort daarachter. Big Man de Boer begint sterk aan de wedstrijd op een vierde plek. Het tweede onderdeel. De 275 kilo zware wagon wheel deadlift op herhaling. Van Elderen wist met zijn pool een personal record neer te zetten. Voor een hoop deelnemers bleek dit onderdeel een flinke uitdaging. Tweede. Kan hij in dit ritme blijven? Dat is belangrijk. Ja, dan gaat hij aan de deur blijven. Ja, ja, ja. Een goede rep. Wat een tempo zeg. De Ghanese Belg Evans wist met 7 herhalingen de derde plek te bemachtigen. Ja, ja, het komt ook niet helemaal. En gaat. Ziet er makkelijk uit. Maar we moeten zorgen dat hij ritme blijft. Uiteindelijk bleven de twee NK-finalisten Van der Pas en Hazeleger over. Beide haalden ze makkelijk de 8 herhalingen. De uitslag van het tweede onderdeel. Van der Pas en Hazeleger scoren hier weer goede punten. Ook Engelberts wist flink te stijgen in het klassement door zijn 5 reps. Onderdeel 3. De overhead medley. 4 voorwerpen die allemaal over het hoofd gedrukt moeten worden. Het veld balanceerde goed uit op dit onderdeel. Voor sommigen was de eerste lock nog net te zwaar en anderen schopten het tot de laatste boom van 140 kilo. Zeg je dat? Hij gebruikt niet eens je benen. Easy! Focus! Hoppakee! Op een buikje! Leiden! Hard! Hard! Het is hem! Op! Ja! Goed! Ik heb jou gedaan, man! Ja! Piet! Ja, ja! En ik moet zeggen, hier zien we Piet Lepelaar met zijn poging op de 140 lock. Een gewaagde techniek zonder succes. Lokale held Wim kwam niet verder dan het blok van 80 kilo. 140 kilo bleek net een stap te ver. Dat zijn misschien gaat hij in september naar de grote vaart. Engelberts wist weer goede punten te scoren door zijn derde plek op dit onderdeel. Vervolgens de top 2. Van der Pas, Nederlands recordhouder op de lock, was als eerste aan de beurt. Hoppakee, hop, in één keer al op die borst. Dat is knap hoor, dames en heren. In één keer op die borst. Maar goed, die stabiliteit, hè? Daar had ik het al over. Die stabiliteit. Dat is sowieso de beste, hoor. Hij had wat problemen met de axel van 125 kilo, maar wist indrukwekkend de laatste boom te drukken zonder enige leg drive. Als laatste was het de Hulk uit Spakenburg die dit onderdeel mocht aanvallen. Na wat onstabiliteit op de laatste lok wist hij toch Van der Pas nipt voor te blijven op dit onderdeel. Gaat hij gewoon eindelijk Van der Pas gedaan? Weet toch zeker? De uitslag van onderdeel 3. Een derde overwinning voor Hazeleger.
goede punten in dit onderdeel voor Engelberts en Lepelaar, die daarmee hun comeback starten. Nog twee onderdelen. De top 2 loopt wat weg. In event 4 moesten de atleten een yoke van 380 kilo en frame van 330 kilo van A naar B brengen. Hier zien we Evans met zijn coach Nico Adali een goede prestatie neerzetten. Hij wist als een van de weinigen zowel de yoke als het frame over de streep te krijgen. Oh, 330 in zijn handen. Wim van de Groep weet met een staaltje wielskracht goede punten te scoren op onderdeel 4. 380 kilo. Hij loopt voorzichtig. Moet hem even neerzetten. Van der Pas weet het frame niet uit te lopen en verliest hierdoor de dure punten. Ziet er goed uit. Heel goed, kom op, goed zo. Gaat fucking snel, goed zo. En is hij snel thuis? Hij is snel. Maar dat moet te doen, ze weet die grote handen. Dat moet te doen zijn. Kom op. Inderdaad. Pas en loop. Heel goed. Kom op, in één keer. Lekker. Het is een hele goede tijd geworden. Hazeleger wist met een snelle run dit onderdeel te winnen in een tijd van 3,8 seconden. Engelbert en Lepelaar verliezen door dit onderdeel de aansluiting voor de top 4. Evans en Van der Groep gaan uitmaken op de stenen wie er vandoor gaat met brons. Het laatste onderdeel, de Stones of Strength. Veel respect voor de Graaf, die met zijn 49 jaar veruit de oudste was vandaag. En dan gaat hij. Yes! Oké, okay. Voor Van Vliet was het een moeilijke dag, maar weet het met twee stenen goed af te sluiten. Altijd een genot om dit onderdeel te zien. Man versus natuur. Stefan het Kalf uit Os had een stabiele dag. Lokale man Luco Hop wist de 160 makkelijk te leggen. De 173 bleek voor hem een stap te ver. Elke steen wordt geklokt. Ik ga alvast bij de laatste staan. Die derde gaat erop. Gaat die dan? Lepelaar sloot het laatste onderdeel af met een derde plek. Hij miste de power voor de laatste steen. Oké. Daar gaat hij, onze Engelstalige Belgische Ghanese. Dan de strijd voor plek 3. Ja, daar gaat hij hoor. Ik weet dat hij dit nog nooit gedaan heeft in de wedstrijd. Squeeze hard, bro! Lightweight. You got this! Squeeze hard! No, squeeze! 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 Ja! Evans wist het te schoppen tot de vierde steen. Helaas bleek die nog te zwaar voor het Belgische talent. Hierdoor lag de weg naar het podium open voor de Spakenburgse van de groep. En nou gaat hij die
Hij wist alle stenen gecontroleerd op de pallets te gooien en daarmee zijn plek op het podium te verzilveren. Maar dan, de strijd voor de eerste plek. De tijd is niet heel lang, dus hij zou wel vaak moeten maken voor die laatste bal. Als die deze dan wel gaat. Van der Pas hield het bij de 173 kilo steen. Een mooie afsluiter voor een sterke prestatie. En dan de laatste run van vandaag. Met speels gemak weet Hazeleger alle stenen op de pallets te smijten. ...186 kilo was geen uitdaging voor de boomlange Spakenburger. Hiermee maakte hij het 5 uit 5 bij de sterkste man van Spakenburg. De einduitslag van vandaag. Wim van der Groep wist met een stabiele wedstrijd de derde plek te bemachtigen. Dames en heren, op de derde plek, Wim van der Groep. Uit jullie eigen Spakenburg. Ja, dat een maatje. Ja, leuk om te zien. Na de tweede plaats in 2020 is dat nu ook de eindbestemming voor de Rijswijkse Angelo van der Pas. Dames en heren. Veel respect onderling. Kevin! Maar het hoogste plekje op het podium is voor de hulk uit Spakenburg. Na 4 edities weet hij hem eindelijk op zijn naam te schrijven. En hij mag het hoogste schavot betreden. Dames en heren. Kevin, hey. Hulk, Hazeleger. Ah, geweldig, jongens. Bedankt voor het kijken. Vergeet niet te liken en te abonneren. Deze wedstrijd is mede mogelijk gemaakt door...